Het Kiemcollectief. Dit is boer Kasper. Net zoals andere boeren in de regio is hij lid van het Kiemcollectief. Vroeger moest hij elk jaar nieuwe zaden kopen bij een zadeleverancier. Deze zaden zijn genetisch identiek en worden verkocht met pesticiden en kunstmest, wat slecht is voor de biodiversiteit. Gelukkig kunnen Kasper en zijn medeboeren tegenwoordig zaadvaste rassen uitwisselen via het Kiemcollectief. Ze laten een klein deel van hun gewassen staan, zodat deze weer nieuwe vruchtbare zaden produceren. Deze zaden worden opgehaald en verwerkt door het kiemcollectief en gaan volgend jaar weer naar een nieuwe boer. Zo zijn Casper en zijn medeboeren zelf eigenaar over hun zaden. En dat is niet het enige. De zaadvaste rassen zorgen voor meer genetische variatie en dus meer biodiversiteit op het land.